Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe video van Amsterdam Vintage Watches, gepresenteerd door... Gepresenteerd? Gepresenteerd. President. Geachtende. Rutger Kooijman, of Rutger van der Lees, zoals hij het noemt. Jasper Lijfering. Oh, sorry, er zat hier een stofje. En wel. En ik, Ramon Soprano, oftewel Ramon van der Lee. Deze week weer een watch talk. Het zou jullie vast niet ontgaan zijn, ik ben er een aantal weken niet geweest. Gelukkig. Ik was even op coronavakantie. Maar ik werd gemist, zag ik in de comments. Nadir, die had onder andere gezegd, ik ga Ramon toch missen. Respect aan jou, broer. Ik zie je binnenkort. Thanks. Nu kan ik mijn baan ook weer wat veiliger stellen. Nee, maar we doen deze week weer een watch talk. En wat we gaan doen is, om het een beetje actueel te houden, de Philips veilingen die binnenkort begin november plaatsvinden. Gaan wij eventjes voor ons de meest interessante lots bespreken. En blijkbaar doen we geen korte intro meer, hè? Nee. Nee, daar zijn we mee gestopt. Blijkbaar. Alles bij mij is lang. Altijd. Net als ik. Oké, nou ja, dan mag ik wel proosten of dat niet? Nou, vooruit, omdat jij het bent. Proost. Vaker doen is tijdens het veilingweekend dat we bepaalde lots bespreken, maar meestal doen we dat pas daarna, welke goed verkocht zijn. Maar nu gaan we het doen voordat de veiling start, zodat jullie misschien wellicht mee kunnen bieden. Echter is het zo dat vanwege coronamaatregelen het iets anders in elkaar zit. Dus Philips heeft wel nog gewoon de auction. Ik ben ook op de vorige auction geweest in Genève, ik ga nu ook weer. Maar bijvoorbeeld Christie's, die staat hem helemaal over de Geneva auction en die gaat alleen in Dubai veilen, maar dat is pas later in het jaar. Dus we hebben enkel alleen Philips gekozen. We zijn niet naar Antiquorum of Sotheby's of Christie's gaan kijken. Maar hier waren alsnog genoeg lots om te bespreken. Ja, want jij zei natuurlijk, we gingen dit filmpje natuurlijk plannen. En Jasper zei al bewust van, kijk nog niet naar de catalogus. Want we gaan het in een filmpje bespreken. En anders is het niet meer leuk als je alles al gezien hebt. Dus wat doe je dan? Ga je toch stiekem gewoon kijken. Oh. En toen viel mij al op. Jij ook. Jij ook. Ik heb het gezien. Ja, was dat toch zeg maar het niveau wat ze aanbieden toch wel heel hoog ligt. Ja, als je dat vergelijkt met de vorige veiling. Je hebt zegt net dat je het niet hebt bekeken. Dus dat vind ik ook. Nee, ik ga daarna stiekem. maar misschien toch door het wegvallen van Christie's dat er toch meer aanbod is. Maar ik heb wel heel veel mooie dingen voorbij zien komen. En de vorige veiling moet ik heel eerlijk zeggen dat redelijk beperkt was. Ja, ik ben het wel met je eens. Ik denk ook dat omdat ondanks de beperkte aanbod... het aanbod op de veilinghuizen toch wel hele goede resultaten werden neergezet. Ja. Dat ze daardoor meer tractie krijgen voor mensen om nu een horloge in te leveren. Omdat ze hopen op zo'n goed resultaat. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Zullen we starten met lot nummer 9? Audemars Piguet, Royal Oak, referentie 2528 SP. Zeker. Ja. Nou ja, zal ik er nog maar eventjes wat over vertellen? Dus de 2528 SP, de referentie zegt het al, SP, staal, platinum, een unieke combinatie. Jan Marijnissen heeft deze gehad, niet zo niet vaak... 2528 SP. Jij kijkt geen politiek meer. Nee, ik kijk geen politiek meer. Nee, sorry, ja, kijk je niet. Alleen deze bouwers. deze die ken ik wel, ja. Oké, maar vertel, staal, platina. Ja, dat was hem, dat wilde ik zeggen. Top, staat goed bij een dennepje. Staat ook bij jeans ook. Natuurlijk. Nou, maar in ieder geval... Ga je wat vertellen? Nee, ik wilde wat vertellen dat ik onderbroken werd. Dus als jij misschien wat veel te vertellen, ga maar. Verder. Ga maar. Het is goed. Nu wordt het heel awkward, hè? Het is in ieder geval een horloge met een wijzerplaat die wij onlangs, afgelopen dinsdag, ook in de drop hadden gehad. We werken een week vooruit. Die in de drop gaat komen. Ik ga nog niet zeggen welke dat is. Het is in ieder geval ook een perpetual calendar met een Tuscan dial. Dus deze wijzerplaat configuratie... die sowieso om te beginnen super zeldzaam is. En voor mijn gevoel pas de afgelopen maanden echt mega populariteit heeft gekregen. Ja. Het is iets waarvan iedereen wel wist dat het bestond. Maar pas echt serieus sinds een maand of 2-3 is iedereen helemaal lijp van die Tuscan dials. En dat is wel leuk om te zien. En ik denk dat Philips er heel goed op in heeft gespeeld door deze te gaan veilen. De estimate... om die gelijk maar erbij te pakken, ligt tussen de 55.500 euro en de 111. Vind ik niet heel hoog. Heel ver overheen gaat. Het is heel conservatief. De 25
860 is de Cancan Perpetual Royal Oak die wij ook hebben gehad, SP, met die witte wijzerplaat. Destijds hebben we hem verkocht aan een Belgische heer, een hele gelukkige heer, 2 jaar geleden, voor 36.000 euro. Ja. Onlangs heb ik hem teruggekocht, niet van dezelfde heer, maar van iemand anders, voor 75.000 euro. Dus in de tussentijd zijn ze wel heel erg gestegen, maar de witte wijzerplaat is veel minder zeldzaam dan de Tuscan Dial, want de Tuscan Dial zijn er slechts 25 van gemaakt. Dus ik denk dat die price estimate zeer conservatief is. Ja. Ik denk dat die ver boven de high estimate uitgaat. Nu een beetje de marktprijs, ook al zijn er een heel beperkt aantal nu verkocht al, lag rond de 170 of zo. Ja. Dus dit zal boven de 2 ton sowieso, vrees ik, gaan halen. All in gaat hij denk ik de 2 ton zeker aantikken. Grappig om te zien dat de Tuscan Dial 2 wijzerplaatvariaties. Eentje heeft dus een smooth edge. Dus de buitenrand waar die Minitrack op staat is glad. En deze heeft hem volledig doorgetrokken. En uiteraard de 2568, niet zoals onze Tuscan Dial, heeft die Cancan Perpetual aanduiding ook op de bovenste subdial. We gaan door naar de volgende. Dan komen we aan bij nummer 34. De Patek Philippe 5908. Dit is alleen maar vuur. Very rare yellow gold. Enamel lighter made for the Omani market. Ramon. Ja, nou ja, dus wel van Patek Philippe, geen horloge, namelijk een aansteker, handgemaakt. Ook een gelimiteerde oplage, dus wat jij net al zei, gemaakt dus voor van Kanja, hoe heet die? Bin Abdul Said, zei het nog wat? Omani, de Sheikh van Oman. De Sheikh van Oman, inderdaad. Ja, hij werd volgens mij gemaakt in 3 verschillende configuraties. Je hebt een blauwe, een rode en de groene. Ik kan hem aankijken, maar ik heb geen flauw idee. Ik heb hem nog nooit gezien. Oh, je hebt hem toch gelezen, dacht ik. Ja. En dus de gravure van de Kanja Crest op de zijkant. Ja, super mooi aansteken. Maar die zijkant is emaille. Het is geëmailleerd, dus het is geen fancy emaille, het is emaille champlève. In het groen heb je hem inderdaad ook. Ik heb er eentje gezien bij die Dubai veiling, bij Christie's heb ik hem gezien, waar die geveld werd voor volgens mij $10.000. Maar andere tijden? Vind ik niet. Ik denk dat deze estimate vrij overtrokken is. Ja. Ik ben bang dat hij dit niet gaat halen. Wat wel bijzonder is om te zien is dat Patek natuurlijk andere dingen heeft gemaakt behalve horloges. Uiteraard kennen we de machetknopen. We kennen de ringen die ze zelfs hebben gemaakt. En dit is ook wel heel tof om te zien dat ze dus ook in een hele gelimiteerde serie voor het Midden-Oosten aanstekers hebben gemaakt. En ze zijn allemaal genummerd, wat netjes gedocumenteerd is. Dus dat is tof om te zien. Wat gaaf is dat Patek Philippe altijd hun attributen in de stijl van een bepaald horloge maakt. Dus die manchetknopen zijn dan bijvoorbeeld van Nautilus. Deze aansteker is dus gebaseerd op de ellips. Klopt. Ze heeft ook hetzelfde design. Gebaseerd op de verhouding van de gulden snede. Yes. Nu is het wel zo dat die machetknopen heb je ook ellips hoor. Je hebt ze heb ook, je ook. Ja, je hebt allemaal verschillende variaties. Maar het is altijd te maken met een... Klopt. Klokske. We gaan door naar... We blijven bij Patek Philippe. 2523/1. Ja, deze mag jij gaan vertellen. Want ik vind het is een super uniek horloge. En voor degene... Ik hoop dat de beelden erin geëdit kunnen worden. Maar mocht dat niet volledig het geval zijn. Hij heeft dus aan beide zijden... Want zijn werk? Nee, dat weet ik niet. Maar ik dek mezelf in. Heeft hij dus een kroon zitten. En dat heeft natuurlijk een reden. En jij mag me verder gaan assisteren met waarom dit nou een horloge is dat rond de 3 miljoen euro moet gaan opleveren. Ja, estimate is tussen de 2 en de 3,7 miljoen. Mag ik het zeggen? Ja hoor. Waarom niet? Omdat die 2523 is dus de eerste world time met, dus die, met dit mechanisme. Dus hij heeft 2 kronen op de 9 uur positie en op de 3 uur positie. 3 uur positie is gewoon de normale kroon, dus waar die normaal ook voor functioneert. En die op de 3 uur positie is dus waarmee je dus je world time. Die world time eigenlijk kunt verzetten. Dus kun je hier dus... En in wat voor oplages werd dit ooit gemaakt? Is het echt wat grappig is, of? Het is heel beperkt. En dat komt wederom dus door het feit dat ze heel slecht verkocht werden. Dus de world time is eigenlijk een soort van iconisch model bij Patek Philippe. Het is door Louis Cotier trouwens bedacht. Eerst hebben ze het in onder andere zakhorloges gemaakt. Ja. Jaren 30 kwamen ze ook met polshorloges, waren een stuk kleiner. En de reden dat deze zo kostbaar is omdat 2523 is de enige die 36 mm meet. Dus het is voor die periode, jaren 50, is het best een groot horloge. Ja. Maar het grappige is, het uurwerk dateert van vroeger en hij is later gecased. Dus hij heeft echt lang
Volgens mij 20 jaar zit er tussen het uurwerk en de verkoop van het horloge zelf uiteindelijk. Dus dat is vrij bijzonder. Hij is ook in perfecte conditie. En het meest speciale aan deze 2523 is dat die wijzerplaat geëmailleerd is. Sorry, die zagen we laatst, die Gobbi Milano. Ja. Maar die is geguillocheerd. Ja. Dus je ziet die guilloche aan de binnenring van de wijzerplaat. En dat is iets wat je bijna nooit ziet. Het meest quirky aan een 2523 vind ik eigenlijk die urenwijzer. Die een soort van vlammetje vorm geeft. Mm-hmm. En dat vind ik super tof aan zo'n klassiek horloge. En ook om te zien dat zeg maar echt die namen van die steden niet alleen erop geschilderd zijn, maar die liggen dus ook echt wat hoog. Het is echt van de achterkant eruit gestanst, als het ware lijkt. Het is niet gestanst, het is raised enamel. Dus het is juist het tegenovergestelde. Ze liggen erin en wordt email ingedaan en dat wordt gebakken waardoor het eruit komt. Ja. Dus, okay. En hij is uitgevoerd in het rosé goud. En volgens mij zijn er echt maar 4 of zo in rosé goud. Dat weet ik niet. Rosé goud is inderdaad sowieso ongebruikelijker. Eentje in exact dezelfde configuratie ligt in het Patek Philippe Museum in Genève. Dus dat toont wel aan wat voor belangrijk horloge dit historisch gezien is voor Patek Philippe. En daarom ook die estimate van 1,8 tot en met 3,7 miljoen. Zijn jullie daarmee eens met die estimate? Denken jullie dat correct is? Dat ongeveer... Ik vind het te moeilijk om te zeggen. Het is te weinig referentiekader. Ben ik bang. We gaan naar lot nummer 44, referentie 4537, een vroege Rolex chronograaf. Ja, bijzonder ding wel. Verder bestuderen. Mooie vieze kast. Goh, kast inderdaad. maar het is geen viesgeheim. Dit is iets wat zij bewust natuurlijk erop hebben laten zitten, want wat heel eenvoudig af te poetsen is. Omdat... Ik moet het zeggen? Ja, jij ging aan gaan. Heel veel mensen zeggen altijd dat het oxide is van het goud. Alleen goud oxideert niet, daarom is het een edelmetaal. Maar het gaat wel een chemische verbinding aan, juist met sulfide. Dus het is eerder gesulfideerd. Waardoor je dus die patina krijgt op de kast. En dit is eigenlijk iets wat heel gewaardeerd is. Want als je met je hand eroverheen gaat wrijven, gaat het weg. Dus dit is wat ze nou noemen een untouched example. Dus zo'n horloge wat eigenlijk zijn volledige leven heeft gespendeerd in de kluis. Dat is tenminste wat... En reageert dat met ook bijvoorbeeld zuurstof of iets? Dat je dat alleen vaak op de kast ziet en niet bijvoorbeeld in dit geval op de wijzers en op de... Je hebt niet echt opgelet bij scheikunde, begrijp ik. Maar er moet zuurstof aanwezig zijn inderdaad om een chemische verbinding te laten ontstaan. Maar is dat de hoofd, zeg maar, is het echt alleen zuurstof? Of is het ook we hadden een keer die Albilad deden, weet je nog, die dit ook beperkt had. Maar die had het ook echt heel erg op de markers en op de wijzers. Nu wordt het ook kunstmatig aangebracht door dealers, wat je ook veel ziet nu. Ja, wat heel eenvoudig is, geloof ik. Leg ze hem gewoon in de stroom, toch? Ja. Precies. Het bijzondere aan deze is dat hij wel ook nog helemaal in originele configuratie is. Dus wat hij ook heeft, omdat hij uit de jaren 40 komt, wat heel vroeg is uiteraard voor een chronograaf, dat hij die brevetkroon heeft. Ja. Dus die veel verder uitsteekt. En de Oyster bracelet, die riveted Oyster, is gesigneerd door Geoffrey. En straight uiteraard endings. Straight endlings, wat hem echt vintage look geeft. 14 karaat goud, zoals ook in de sluiting staat. Nu is dat... Destijds wel gebruikelijker, toch? Precies. Ja. Estimate 232.000 tot 463.000. Wat ik het gekste vind aan dit model is... Het is natuurlijk een Oyster horloge. Oyster casing, 36 mm. Maar hij heeft wel die hele... Of niet? Oké. Hij heeft wel die hele dunne wijzers. In plaats van wat ik eerder zou verwachten, periode gezien. Een soort van... Ja, eigenlijk die Mercedes Hands of zo, omdat het toch een toolwatch is. Maar ik vind hem daardoor juist, niet dat het gebruikelijk is hoor, maar design technisch gezien had ik dat logisch gevonden. En deden ze die Oyster casing hier dan gewoon puur uit gemak, omdat ze die al produceerden, aangezien die natuurlijk totaal niet zo lekker als mandjes. Wat bedoel je, ze maakten eigenlijk altijd die Oyster casing in principe? Nee, maar omdat ze bijvoorbeeld natuurlijk destijds sowieso natuurlijk die pump pushers gebruikten, waardoor die niet waterdicht was en natuurlijk niks had. Nee, hij is wel waterdicht. Hij is wel waterdicht, alleen je kan er niet mee gaan duiken. Het is sowieso een misvatting dat per se een screwdown pushers waterdicht zijn en die andere niet, alleen wel dieper waterdicht. De screwdown is niet voor het waterdicht mechanisme. De screwdown is omdat je dan de tijden niet meer kan aanpassen als ze gezet zijn. Dus daar dan schroef je hem dicht. Dat is een beetje het principe van een screwdown ten opzichte van een pump pusher. Okay. Volgende is de 6542. Ja. Ja.
eerste die me opviel is vooral de estimate die natuurlijk al vrij stevig is, ja. Om het zo te zeggen. Ja, maar is dat zo? Ja, ik vind dat altijd moeilijk te bepalen. Kijk, er zijn er natuurlijk zo weinig van om te zeggen dit is een juiste prijs. Maar de conditie van dit horloge is natuurlijk wel echt insane. Dit is wel echt, denk ik, een van de strakste 6542's wereldwijd. Dus is het dan zoveel? Is het dan zo'n stevige prijs? Wat denk jij? Oh ja, ik ben alleen maar aan het praten. Dus ik denk, ja. Misschien willen jullie een keer iets zeggen erover. Nou ja, dat, ik stelde dus... Dat is waar ik het mee eens ben. Hij is natuurlijk in super strakke conditie. We hebben natuurlijk uit alle lots die erin staan een tiental ongeveer gekozen. En die zijn door jou gekozen. En mijn vraag is ook, waarom zit deze specifiek tussen? Want het is natuurlijk wel een horloge wat super is qua conditie en wat wel een bepaalde zeldzaamheid heeft. Maar als je het gaat vergelijken met de andere lots die tot nu toe zijn voorbijgekomen en waarschijnlijk voorbij gaan komen, komt het wel veel vaker voor. En 6542 is niet per definitie zeer zeldzaam. Alleen wat het bijzonder maakt is inderdaad de conditie. Dus dat kan je zien in de kast aan de bevels die er nog aan zitten. Daarnaast vond ik het leuk om te zien, omdat wij natuurlijk zelf een mint conditie 6542 hebben gehad. In eerste instantie verkocht hebben voor €32.000. Ja. Toen hebben we teruggekocht voor richting €90.000. En toen weer hebben we verkocht voor een ton. En je ziet dat ze nu als estimate hebben tussen een ton en anderhalve ton of twee ton zelfs. Dus het is wel grappig om te zien. En ook die bakelieten bezel, die diepgang in die numerals. Plus wat ik grappig vind is dus dat je die notches in die bezel hebt zitten. Ja. En je hebt twee bezel variaties. Die van ons had ook die notches. En ik zat te twijfelen waarom die bezel die notches heeft. En dat is nooit echt bekend geworden. En nog steeds is dat niet bekend waarom er twee verschillende variaties zijn. Alleen is dit wel de zeldzamere. In combinatie uiteraard met een originele bakeliet is dat wel een hele... Ja. Zou het misschien te maken kunnen hebben... Dat zijn bepaalde, zeg maar, die bakelieten bezels zijn natuurlijk super fragiel. Normale bezels druk je gewoon van achter eruit. Dat ze misschien een bepaalde tool hadden of zo, waar die op die punten gelift werd of iets in die richting. Want je anders bent de Rolex professor. Logische andere verklaring ervoor. En die secondenwijzer, is dat gewoon door de jaren heen zo... Gild, ja, verkleurd, klopt. Oh ja. En hij is dus ook groter... Dat rondje is groter dan een reguliere secondenwijzer. Ik ben benieuwd wat deze gaat doen. Ook omdat uiteraard onze verzamelaar klant die dit horloge heeft gekocht ook meekijkt. Dus ik hoop voor hem dat hij zeker over de 150 gaat. En voor ons dat hij zijn reserve gewoon niet haalt. Hoezo? Dat we hem ooit terug mogen kopen. Maar we zijn toch blij als mensen een horloge van ons kopen. En dat ze, ja, maar we zouden hem wel graag terug willen elke keer. Ja? Want qua conditie gaan we nooit een betere vinden. Lot 61. 6241, John Player Special. Dus eigenlijk dezelfde, ja, precies dezelfde als die we verkocht hebben, toch? Grappiger nog, het serienummer ligt 6 naast die van ons. Dus okay. Super dichtbij, dus echt dezelfde badge JPS als de 6241 in 14K die wij hebben verkocht. Deze heb ik er specifiek tussen gedaan omdat de vorige 6241 werd geveild voor 1,5 miljoen. Ja. Die daarvoor voor 1,1 miljoen. Helaas, bij de verkoop van die van ons zijn we onder een miljoen gebleven. Mm-hmm. En ik ben benieuwd of dat iets is wat het doorzet. De estimate is denk ik realistisch tussen 65.000, 560.000 en 1,1 miljoen. Ja. Maar ik ben benieuwd of die 6241's die 1 miljoen mark blijven aanhouden. Waar ook ooit de RCO trachten een beetje proberen op een miljoen als marktwaarde te houden. Is dat nooit echt gelukt. En ik ben benieuwd wat die 6241 gaat doen. Ja. Of dat je nu al die twee hebt verkocht. En dat nu iedereen die zo'n ding wil, denkt van oké, weet je. Die ze gaat proppen, zeg maar. Precies, dus we hebben hem nu wel, de mensen die hem echt wilden, die hebben hem gekocht. Dus wat gaat het nu doen met de prijs? Wanneer je zo'n horloge verkoopt, en ook toen wij deze verkochten, dat trekt natuurlijk gelijk wel een bepaald publiek. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat als je sinds het moment dat we deze verkocht hebben, als je ziet op wat voor... Nou, zeg maar, met welke regelmaat we toch mensen krijgen die serieus interesse in zo'n horloge tonen en vragen of we dit hebben, of we dit hier aan kunnen komen, dan verbaast het me dus niks als dit weer gewoon ruim boven de miljoen gaat halen. Want ik denk toch, omdat deze qua configuratie, naar mijn mening, toch echt een van de mooiste Valjoux Daytona's is, omdat die gewoon helemaal klopt als je dit ziet. Je hebt heel veel Daytona's met bepaalde RCO-configuraties, Soto-dingen, wat allemaal... heel veel geld oplevert, maar wat niks... Esthetisch gezien esthetisch is dit de mooiste. Anders is dan dit. En dit is gewoon iets waar dit je... kan echt je hebt niet iets zijn. Wat hier per se op lijkt, ja, binnen de hele serie. Dus het is heel uniek daarin. Ja.
En daarom denk ik dat me, of daarom verbaast het me niks als dit weer richting 1,5 miljoen gaat. Dat denk ik ook wel, ja. Leuk kenmerkje van die JPS's is dus dat die zwarte marker, of dat die gouden markers zwarte lak hebben aan de bovenkant. Ja. En dat die T-Swiss T, die Swiss, die neigt helemaal naar boven bij die I. Dus dat is altijd was tof om te zien. Een golfje, ja, wat we destijds dus ook bij die van ons zagen. Lot nummer 61, kijken of die boven 1 miljoen gaat doen, we gaan het zien. En het is tijd voor de eerste Cartier. Crash in Platina. Crash Paris. Dat is niet de Crash Londen. Nee, dit is de jaren 90 variatie. Ja. In platina uitgevoerd, wat natuurlijk de zeldzaamste materiaalkeuze is voor de Cartier Crash. De meeste werden in een limited uitgave begin jaren 90 gedaan in geelgoud. Die hebben we ook gehad. Ja. Destijds vroegen we er 59.000 euro voor. Nou ja, toen werden we voor gek verklaard, maar hij verkocht binnen een week. Toen bleek ook waarom, want die daarop volgde via de veiling, die ging over een ton. Volgens mij was dat Sotheby's trouwens die het Sotheby's telde. En toen zijn er in Londen geloof ik nog twee gegaan. Knightsbridge, die hadden er eentje, die zat boven de ton. Maar dat was een geelgoud toch? Een geelgouden. En dit is nog gewoon echt een stuk zeldzamer. Ja, dus ik vind die estimate van, wat is het, tussen de 55.000 en 111.000 euro best wel, dat is ook wel conservatief toch? Ja, het is wel zeldzaam, maar ik moet wel zeggen dat ik het is wel de geelgouden persoonlijk een stuk sprekender vind in de Crash dan die witgouden. Ja, ben ik het met je eens. Is ook wel zo, en vooral, want deze is dus, die Londen is nog een stukje groter. Dus deze is wat groter, kleiner en daarom in geelgoud denk ik dat die iets mooier eruit komt. En dat dit dus ik zou wel altijd een beetje voor de geel gauw gaan, als ik heel eerlijk ben. Maar het is al niet tenminste natuurlijk super zeldzaam. Waar ik benieuwd naar ben, want hij is dus volledig met doos van papieren. Maar wat ze niet op de foto's hebben weergeven en niet in het condition report aangeven, is iets wat ik denk ik wel belangrijk vind voor dit model, is dat dus welke bukkel die heeft. Want de Cartier Crash heeft ook een andere bukkel. Heeft niet een reguliere bukkel, maar die golf, ook alsof die bukkel gecrashed is. En zeker in het platina is dat denk ik wel een gimmick wat je erbij wilt hebben als je veel geld gaat uitgeven voor dit horloge. Staat er niet bij. Case down move met een clasp sign. Ja, clasp sign staat er, maar er staat niet bij. Is dat dan heel eerlijk iets wat ze bewust zouden doen omdat er een verkeerde clasp op zit en bang zijn dat ze dan ook nee, er staat hier één keer white gold. Ja, maar er staat niks of het die gold of er staat niet of het de juiste is. Ja, maar dan moet er toch die platinum clasp zijn of niet? Nee, die is in wit goud. Je hebt heel wat veilingstukken natuurlijk gezien over de jaren heen. Ga je er dan nu meteen al vooruit als je zeg maar, je gaat natuurlijk naar Genève, maar er zijn ook heel veel mensen die daar niet heen kunnen, vooral nu met corona online gaan bieden, dat die er gewoon stiekem niet op zit. En dat ze dat gewoon niet willen vermelden om... Dat zou heel goed kunnen, dat ze bang zijn dat mensen dan wel afhalen. Maar anders zou je wel een fotootje ervan maken, toch? Want het is wel een soort van hele grappige clasp, een soort echt een gimmick. Het hoort gewoon echt bij dit horloge. Vind ik wel. We blijven in de Cartier sfeer. Andere prijsklasse, misschien net zo zeldzaam. De 2313, zonder meer net zo zeldzaam, ik denk misschien wel zeldzamer. Omdat dit is een Cartier Pasha, nu vind ik 2020 het jaar van Year de Pasha. Of the Pasha, hè, is het. Ze zijn lekker bezig met de marketing, dus ik verwacht ook dat die prijzen aantrekken. En dit is ook dus gewoon een Gerald Genta design. Ja. En zelf ben ik fan van die grillet, dus dat is dat je die grill op de wijzerplaat hebt, of op de kast hebt, wat je er ook af kan halen trouwens. Maar het gave aan deze is, en daarom ga ik hierop bieden, is dat hij een stone dial, een hard stone dial wijzerplaat heeft. Ik zie nu pas die wijzer inderdaad. Die ene vette wijzer. Doop, hè? Dus die wijzerset is ook leeg, er zit geen luminous material in. En die wijzerplaat is marble. Dus ik vind het wel een heel gaaf... Volledig toch? Dit witte ook. Dat weet ik niet. Tenminste, dat lijkt wel zo als je het op die uitvergrote foto ziet. Dat weet ik niet. Het is in ieder geval een heel gaaf model van de Pasha. En de Pasha wordt veelal gemaakt in staal. Dit is een wit gouden, dus al een stuk exclusiever. 38 mm met ook die diamond set kroon. Die diamanten komen dus terug op die grill. Mm-hmm. En een estimate van 2800 tot 5600. Nou ja... Als hij onder de 10.000 euro gaat, is hij sowieso van mij. Ik denk ook een beetje, wat ze natuurlijk altijd zeggen, in de Rolex-markt. Een Rolex kun je nooit te duur kopen. Ik denk dat dat nu een beetje het geval is met dit soort dingen. En misschien zal dit ook wel boven zijn estimate gaan uiteindelijk. Maar als je nu ziet wat die Cartier-markt doet en hoe hard het groeit. Ja. En als je dan bedenkt hoe zeldzaam dit is, kun je eigenlijk niet... Nog meer ruimte om omhoog te gaan. Dat denk ik wel, ja. Wel een mooie foto overigens, met dat vrouwtje met die... Met die knoop, die eigenlijk veel mooier is dan het... zie je hier een mooi stukje schuim hierachter. Inderdaad. Dat is altijd leuk om te zien. Zit hij nou op een rubberen band? Ja, het lijkt wel. Nee. Het lijkt op die Patek Nautilus rubberen band. Ja. Aquanaut. Nee, die Nautilus. Die wat die... Ja, dus... Oh, die! Oh, ja. Oh, ja. Ja, inderdaad. En dan? 9-6. Patje. The Godfather. Alle Calatrava's. Kijk hoor.
Ja, wel een heel bijzonder ding. Van staal ook, deze? Ja. Ja, nou, dat is natuurlijk, als je Patek Philippe fan bent, is dit wel, denk ik, dit behoort wel tot een van je holy grails. Sowieso de 9-6 is de godvader van alle Calatraves. De eerste Calatrave, begin jaren 30 geïntroduceerd. Klein formaat, heel simpel design en eigenlijk maar heel weinig die er toen destijds vaak op verzoek van goede klanten van Patek Philippe in staal werden gemaakt. Ja. En dat is deze dus. Er kwam wel in heel veel verschillende configuraties. Dus je had gewoon heel veel verschillende wijzerplaten keuzes. En dit is dan de sector dial volgens mij. Ja, sector dial. En dat sector is wat mij niet heel erg aanspreekt sowieso. En waarvan ik me ook afvraag van hoe dit op de markt werd gebracht. Hoe dit, ik zie al een soort van, zeg maar normaal, als je die normale 9-6, wat natuurlijk een heel klassiek horloge is, zie je ook die vintage ads echt voor je van Patek. Met van die hele klassieke beelden, die achtergronden van Genève. En dit heeft een soort van hele sportieve look of zo. Ja, maar zo. Ik denk dus dat dit ook dus unique is. Dus dat dit ook gewoon op verzoek van een klant is gemaakt. Dus niet zo exact dat dit niet zozeer een advertisement kwam. Nee, exact. Dat, hij is ook Eberhard gesigneerd. Dus de retailer in Milaan. Ja. Dus ik denk dat er iemand in Milaan een Italiaan was die zo'n ding wilde. En dat hij juist wilde, iedereen wist Patek Philippe, oké, bla bla. Maar hij wilde juist een soort tone down, maar wel de Patek Philippe kwaliteit met het uurwerk, met de schitterende zwanenhals-fijnafstelling, die je hier mooi kan zien. Ja. Dus ik denk juist dat hij zoiets wilde, alleen dan tone down in staal dus, en in combinatie met die zwarte sector dial, waardoor die soort van bijna sportief wordt. 31 mm was een redelijk geliefde maat destijds, dus je had dus grote formaten 570, maar de referentie 96 is 31 mm. En daarom vind ik het tof om hem uit te lichten, omdat ondanks dat hij wat kleiner is, heeft hij alsnog een estimate van gemiddeld richting een ton. En ik denk ook wel dat hij dat gaat halen, omdat hij die unieke configuratie heeft. En wat ik heel nice vind, is dat hij eigenlijk perfect conditie is. Ja. Dus die wijzerplaat is gewoon puntgaaf. Horloge is uit de jaren 30, dit is 90 jaar oud. Ja. En als je dit horloge ziet, als ze hem vandaag de dag zouden maken in 36 mm, dan had hij net zo goed vandaag uitgegeven kunnen worden. Design-wise is het gewoon zo sterk, terwijl het al 100 jaar oud is. Ja, zeker. Ik vind gewoon dat hij niet matcht met iets wat Patek zelf zou uitbrengen. Dus logisch dat hij waarschijnlijk besteld zou zijn. Ik denk dat toen iemand dit zo aanvroeg bij Patek, dat ze onderling aan de lunchtafel ook dacht van wat vandaag weer iemand besteld heeft voor mij. Dit is zoiets waar Dennis, onze collega, van zei, als wij zeg maar dit konden bestellen, dan zou hij zeggen van nee, dat gaan we niet bestellen voor je. Dat vind ik gewoon echt lelijk. Ik heb echt geen idee waarom je dat over hebt, want ik vind het echt een van de mooiste. Maar als je destijds bij Patek werkte, ja? En je had al die hele klassieke wijzerplaatconfiguraties. Ja, maar heel klimaat, de sector daar was dit ook gewoon een configuratie. Ja, ik vind het echt dat is ook gewoon een bestaande configuratie. Alleen in staal, de combinatie is gewoon uniek. En de sector daar maakt hem wel een stuk sportiever. Dat was juist het hele ding. Snap het maakt gewoon het roze sportiever. Het geeft mij veel meer een Longines look eigenlijk. Precies, 30 Longines. Ja. Dat ben ik met je eens, maar dat vind ik dus juist het toffe. En daarom is hij zo uniek. Ja. En daarom is de prijs, denk ik, richting een ton wel gerechtvaardigd. Terwijl een reguliere 9-6 kan je voor €6.000 kopen. En een stalen voor €15.000. Dus je betaalt voor die wijzerplaat is wel ongeveer 80% van de waarde in het horloge. Maar dan? Dit vind ik een interessante lot. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, de 77. Dit vind ik wel weer heel mooi, heel bijzonder. Vooral omdat ik toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik, verrek, wat zeggen ze? Want ik zag die tweede foto. En dat is even kijken. Met die rosé kast. Hij is dus bicolor. Dus ik dacht al, ik zag rosé staan en ik denk, dit is wit. Ik dacht, wat een dramatische foto's. Maar die kast is dus, of die kastdeksel in ieder geval, is dus rosé goud. Mm-hmm. Maar de rest van het horloge wit goud is. Maar dat is niet geheel ongebruikelijk voor die periode, dus de horloge uit de jaren 30. Wat Cartier ook veel deed, for some reason, was geelgoud op de sluiting en rosé goud aan de deployant kant. Ja, dus precies. For some reason. Alle luiken zitten naar beneden, dus ik dacht, laat ik maar even kijken of jullie open zijn. Het tweede puntje wat mij opviel, is eigenlijk het volgende. Dat vind ik altijd wel grappig bij AP als je het vergelijkt met veel andere merken. Is dat ze eigenlijk in de ondertitel al zeggen a most probably unique reference. Dus wat ze zeggen is waarschijnlijk is het een piece uniek, maar ze kunnen dat niet bevestigen. Dus AP geeft dus in tegenstelling tot veel merken zegt vaak niks, tenzij dat genummerd is op de kast.
over het feit of het een piece uniek is of niet. En dat zelfs een veilinghuisbedrijf zo groot als Philips met zoveel invloed in die markt niet iemand heeft bij AP, of dat hebben ze waarschijnlijk wel, die dat kan checken. Wat dus echt betekent dat AP het zelf gewoon ook niet weet. En dat is wel het grappige met dit soort horloges. Maar dat maakt het natuurlijk ook heel lastig. Want dit is iets natuurlijk wat waarschijnlijk rond de tong gaat opleveren. En zo heb je heel veel probably unique pieces bij AP. Maar het is ook gewoon heel lastig te verkopen. Want stel Philips veld dit en het gaat echt sky high. En volgend jaar liggen er opeens nog 3. Dat zou dus zomaar kunnen. Ja. Dus dat vind ik altijd heel lastig bij dit soort dingen. En dat is waarom ze denk ik ook vrij conservatief zijn met die estimate. Nou, ik vind dat een heel interessant punt. En de reden dat deze estimate voor een piece uniek heel laag is. Ja. Hij is gerecased. Ja. Dus daarom staat hier 1930/2020. Dus iemand heeft het horloge zelf, het uurwerk en de wijzerplaat zijn gemaakt in 1930. Dat is ook bevestigd door de archieven van Patek of de Marc Piquet. Uurwerk en de wijzerplaat. En iemand had die nog liggen en is in 2020, dus nu, naar Audemars Piguet gegaan en heeft gezegd: ik heb deze wijzerplaat en dit uurwerk. Kunnen jullie hier een kast voor maken? En Audemars Piguet is in hun archief gaan kijken en heeft gezien dit horloge is uitgeleverd op die kast met witgoud en rozegouden achterkant. En die heeft opnieuw die kast gemaakt, precies zoals die destijds was. Ja. Maar nu ben ik benieuwd wat dat voor collectors invloed, of wat dat voor invloed heeft op collectors voor wat ze ervoor over hebben, omdat het eigenlijk een nieuwe kast is. Ja. En waarom heeft iemand dat ooit gedaan? Heeft iemand hem ooit de buitenkant verkocht voor goudsmelt, toen het zeg maar heel hoog stond, na de Tweede Wereldoorlog stond dat heel hoog. Dus misschien heeft iemand gewoon die kast verkocht als smelt en heeft dit bewaard gebleven. Maar ja, die layout van die plaat met die brocade numerals. Die wijzers vooral zijn gewoon echt gruwelijk. Vooral omdat ze heel veel body hebben eigenlijk, als je het vergelijkt met die punch van die wijzerplaat die heel taps toelopen, maar ook gewoon smal zijn in zijn geheel. Mm-hmm. Waar die wijzers gewoon rondom, maar dat kun je alleen vanaf de foto's zien, gewoon bol zijn. Dus meestal zie je dat niet. Je ziet wel echt die shape van de zijkant, maar de wijzers blijven plat. En hier zijn ze rondom gewoon echt, een buisje of zo, als het ware. Ja, echt heel tof. En die kleine wijzers dus allemaal zijn geblauwd staal. Allemaal schitterend die bolling erin. Ja. En hij heeft een beetje gotisch script wat betreft de print. Alleen die Breguet numerals op de wijzerplaat. Dus dat is een hele unieke combinatie. En die gefaciteerde kast vind ik zelf schitterend. Maar ik ben benieuwd, want ik zou dus als collector niet een recased horloge willen hebben. Nee. Omdat het toch een soort van afbreuk doet aan originaliteit. Maar het is ook een beetje de discussie die natuurlijk nu al een jaartje of twee gaat. Sinds je ook op veilingen pieces voorbij ziet komen die refinished zijn. Ja, maar wel door de merken door zelf. De merken zelf. Wat hier natuurlijk eigenlijk het geval was met de case. En aan het begin, de eerste paar keer dat het gebeurde met, ik dacht, een Stalin. Was dat? Of tenminste de eerste grote gevelde piece. En Padalone volgens mij. Of eerst een Padalone. Ze zijn allebei in ieder geval, maar eentje was natuurlijk eerst. Dat aan het begin iedereen zei van nee, dit kan echt niet. En toen was er eigenlijk een bepaalde groep die het zei wordt van, steeds meer geaccepteerd. Het is wel, wat wil je uiteindelijk als je zoveel geld aan zo'n piece. En dat heb ik ook wel een beetje hierbij. Ik bedoel, wat wil je anders? Ik bedoel, anders heb je ook wijzerplaten, zo'n uurwerk. En dan is het toch eigenlijk nog beter dat het horloge enigszins tot zijn recht komt. Dus wanneer er gewoon een case gemaakt wordt door het merk zelf, gebaseerd op historisch correct. Inderdaad. Maar ik heb wel het idee dat ook bijvoorbeeld een Philips door dit soort dingen mondjesmaat te gaan veilen, komt er natuurlijk voor hun als veilinghuis komt er ook steeds meer beschikbaar. Want nu kunnen ze, of eerst konden ze heel veel dingen niet veilen, omdat de plaat refinish is, omdat in dit geval een recasing is. Maar misschien proberen ze mondjesmaat dit soort dingen in te brengen en te peilen van, weet je, hoe reageren mensen dan? Omdat zij waarschijnlijk in de archieven al lijsten hebben met horloges die dan opeens wel in aanmerking komen voor de veiling. Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ik vind het in deze vind ik het echt gewoon wel correct, om het maar zo te zeggen. Ja, wat ga je anders eigenlijk doen met die onderdelen? Ik had het ook gedaan, alleen ik ben dus benieuwd of dat gereflecteerd wordt in het veilingresultaat. Want wat is de waarde als je die originele case nog helemaal heeft? Ja. Dus dat is natuurlijk wel een interessant gegeven. Dus daarom heb ik dit lot vooral erin gedaan, behalve dat het een schitterend horloge is. Ja, eens. Oef. Ja. Ik zei net dat de 9-6 waarschijnlijk de holy grail is van elke Patek collector. Maar daar wordt deze eventjes, die overbluft die eventjes. 24,99. Buyer signed. Het is natuurlijk een model wat je eigenlijk bijna op elke Philips auction terug ziet komen. Daardoor ook altijd een beetje de vraag vind, en heb ik dan zelf van, weet je, is het nou echt super zeldzaam? Is het, want je ziet er natuurlijk best veel de revue passeren. Of is het gewoon iets wat echt een beetje overhyped is door de jaren heen? Maar onderaan de streep kun je in ieder geval zeggen dat het esthetisch gezien een van de mooiste, misschien wel de mooiste
Chrono Patek is die ze ooit hebben gemaakt. Volgens mij ook jouw favoriete Chrono, want het is zo'n tweede generatie. Nee, dit is derde generatie. Dus alleen de eerste generatie heeft nog die square pushers. Ja. En die square pushers zie je terug op de 1518 natuurlijk, wat de allereerste in bulk gemaakte, niet in bulk, was nog steeds klein, in serie gemaakte Chrono met kalender was destijds. Ja. En het vervolg is 2499 en die wordt dus in verschillende series ondergeduid. En daarnaast heb je tweede en derde serie en vierde serie hebben ronde pushers. Vierde serie heeft Crystal Case Back. Die vind ik niet echt meer zo vintage, dus ik heb dan liever tweede of derde serie. Alleen de tweede serie is dus gemaakt door een andere casemaker dan de derde serie, waardoor die een andere vorm Lux heeft en een ander formaat, dus een Fichet case. En dat is een variatie weer... redelijk klein, maar toch wel van belang. En het tofste vind ik aan deze is dat hij dus die Beyer signatuur heeft. Ja. Persoonlijk vond ik de mooiste, maar die ging voor 3 miljoen. Die Esprit signed. Ja. Dat was een tweede serie in geel goud door Christie's geveld. Maar deze is voor tussen 307.000 en 740.000. En dus het enige verschil tussen die tweede en derde serie is dus case design. Verder gewoon wel de maat van de case en de Lux. De lengte van de Lux. Even twee vragen namens de kijkers. Want ik denk dat veel mensen dat opvallen. Veel mensen vragen zich denk ik af, waarom zie je nou, en dat zag je ook bij de vorige, en dat ga je misschien straks ook nog terugzien, dat die case dus eigenlijk helemaal gesulfideerd is. En dus die verkleuring heeft, maar bijvoorbeeld die pushes en de kroon niet. Veel mensen denken denk ik nu van, is dat dan vervangen? Of? Nee, want mensen zitten daar heel veel aan met hun vingers. Ja. En die laag die wordt doorbroken doordat je met je vingers eigenlijk eroverheen wrijft. Dus daarom zie je dat niet op die aspecten van het horloge waar veel wordt mee aangezeten met de handen. Waar veel duidelijk. Contact mee is. Dan een tweede algemene ding wat denk ik veel mensen zich ook afvragen. Is waarom een veilinghuis nou twee dingen doet. En dat is één, soms hele lage estimates waarvan wij weten van nou dat gaat er zwaar overheen. En twee, waarom ze van die hele brede estimates nemen. Terwijl zij met zo'n lange ervaring ook wel weten wat het ongeveer gaat doen. Dat ga je midden in een lotbespreking vragen? Ja, gewoon, okay, dit gaat over de veiling. Heel veel mensen weten dat niet. Nou ja... een lage estimate plaatsen betekent niet per se dat die voor weinig gaat verkocht worden. Het kan ook juist aantrekkelijk zijn voor veel mensen om interesse te creëren. Dus ook een soort van marketing ding. Als jij een sub gaat neerzetten met een marktwaarde van 10.000 euro... en je zet een estimate van 6.000 euro... dan denkt iedereen, oh, we gaan opletten, hier kan je misschien een mooie koopje. Maar als je hem voor 30.000 euro gaat zetten... dan heeft iedereen zoiets van, ja, weet je, laat maar zitten, want het wordt veel te duur. Die brede estimates zetten ze zodat ze niet een soort van limiet aan zichzelf stellen. Want als je een estimate hebt van maximaal 7 ton, maar dan is veel minder mensen zijn snel bereid om er dan 1 miljoen voor te betalen, omdat het te laag is. Dus daarom zetten ze hem heel breed vaak, zodat ze niet zichzelf een plafond opleggen. En daarom kan ook een estimate lager worden ingezet. Het wordt altijd besproken met de eigenaar, dus die estimate wordt met hun overlegd voordat hij naar buiten wordt gebracht. Betekent dus niet dat je een hoge estimate inzet, dat die voor veel geveld gaat worden. Daarnaast is er een reserve price. Dat wordt ook overeengekomen met de eigenaar van het ingebrachte stuk. En dat wil zeggen dat als hij dat bedrag niet haalt, dan gaat hij dus niet onder de verkoop. En als je je reserve price te hoog legt, dan gaat hij ook niet verkocht worden. Dus dat gaan we weer verder. Top. Met een Rolex Submariner, of soort van pre, 6200. Met 369 en een Big Crown. Ik vind het altijd een beetje een gevaarlijke configuratie. Het is namelijk een horloge waar ontzettend veel mee gerotzooid wordt natuurlijk. En vooral die 369, die Explorer platen. Wij hebben het ook wel met enige regelmaat, krijg je zoiets aangeboden. En eigenlijk zeg je altijd bij voorhand van blijf er vanaf. Ja. Want 99 van de 100 keer klopt het niet. Dus ik vind het altijd interessant als Philips dan dit soort dingen gaat veilen, wat dan hun soort van... Want hoe zit dat nou precies? Die eerste referenties van die Submariners, dus onder andere die 6200,
Die hadden niet allemaal die 369 wijzerplaat. Nee, maar de 6200 wordt wel voornamelijk gezien met de 369 wijzerplaat. Nu kan die 369 wijzerplaat ook op een latere serie, dus 5513, et cetera, komen ze ook voor. Ja. Alleen de 6200 is het bekendst met die Explorer dial, uiteraard vernoemd naar die 369. Alleen wat je ziet, en daarom ben ik het 100% met jou eens, dat vind ik het gevaarlijke. Hij is best wel perfect tropical geworden. Nou ja, dat is natuurlijk al maar de vraag of dat organisch gebeurd dit is. Radium? Dus, radium, dus ja. Vooral omdat je ook hier inderdaad niet rondom zowel de plots als die 369 eigenlijk een andere verkleuring ziet dan op de rest van de plaat. Dus hij is gewoon echt super egaal. Ja. Maar wat ik wel raar vind is, dus die wijzerset is niet per definitie vervangen, maar het lijkt me wel vervangen. Verschil is wel heel groot. En daarnaast is deze, het zijn die bevels, die chamfers, zijn er duidelijk aangepolijst, want die kaspoten zijn veel dunner. Dus best wel een handige jongen heeft er al aangezeten. En ze doen alsof hij een soort van mint is, terwijl hij heeft ook een service bezel. Ja. Dus waarom zou hij dat dan al hebben als hij zogenaamd perfect zou zijn? Dat is ook precies zo'n ding wat jij zegt met die chamfers, die worden heel vaak naderhand weer erin gezet. En die zaten er eigenlijk, af fabriek zat die natuurlijk licht in, maar altijd als je een nieuw horloge met echt van die strakke facetten ziet, zijn ze eigenlijk veel breder dan ze ooit zijn geweest. Ja. Ik zou dit dus een spannend horloge vinden om te kopen. Ja. De estimate zit 320 tot 650. Dus je bent serieus wat geld eraan kwijt, zonder dat je garanties hebt. Ja. En wat je ook vaak bij dit soort horloges ziet, wat wel een goede giveaway is, is je ziet dat die wijzerplaat ontzettend is verkleurd. Wat dus eigenlijk duidt op het feit dat het horloge intensief gebruikt is. Als je dat dan vergelijkt met de conditie van de kast. Of in de zon. Hij zal niet in een kluis gelegen. Het is een grote kans inderdaad dat hij niet in de kluis heeft gelegen, toch? En als je dan kijkt naar de conditie van de kast, dan zie je gewoon dat niet helemaal met elkaar matcht. Dus misschien is onderaan de streep, misschien is die wel helemaal correct. Maar er is sowieso sowieso aangezeten. Ja. Dit is geen, en wil je dan een half miljoen gaan uitgeven aan zo'n horloge? Als je toch al dat budget hebt, dan koop je denk ik eerder een andere. Ja, ja. Dus tussen de 3 ton en de 6,5. Ja. En dan? Concorde. Dat vind ik eigenlijk de allermooiste versie van de GMT die ze ooit hebben gemaakt. For some reason. Ook weer een beetje een gevaarlijk horloge. Of tenminste, wij kregen er bijvoorbeeld een tijd geleden eentje aangeboden toevallig. En wat je vaak ziet is die, of wat een beetje het gevaar is met het kopen van dit soort horloges, is volgens mij dat die wijzers vrij identiek zijn aan Datejust wijzers. Nee, laten we allereerst de mensen vertellen over de 1675/8. Heb je in verschillende configuraties. De allereerste hebben nog geen crown guards. Dat is hetzelfde wat je ziet op de 6542. Alleen dan met een aluminium bezel. Dus nog geen crown guards. Daarna komen die crown guards. En dan heb je qua wijzerplaat en wijzerset configuratie de allerzeldzaamste, de Concorde. En de Concorde is met die beton hands in plaats van dat je die Mercedes hands hebt. Dus je hebt eigenlijk een soort Datejust wijzers op je GMT, maar dat is wel correct. Dus ze zijn inderdaad zo geleverd, alleen in een kleine batch. Nu is het zo dat er dus heel veel mensen zijn die dat willen simuleren en dan gewoon Datejust wijzers op een GMT zetten of vergelijkbare wijzers. Alleen hij heeft ook een andere wijzerplaat, een echte Concorde. En een echte Concorde hoort in een bepaalde serial range te zitten van rond de 1,9 miljoen. Dus dat klopt wel bij dit model. Idem met de wijzerplaat is de juiste wijzerplaat. Dus dit is wel degelijk een, voor zover we kunnen waarnemen vanaf deze foto's, een originele Concorde. Want wat is er anders aan die wijzerplaat ten opzichte van? Hij heeft bijvoorbeeld geen hyphen tussen de Oyster en Perpetual. Ja. En hij heeft sowieso net een iets andere configuratie waarbij je hier ook ziet dat die C's, het is net geen rail dial, maar die C's zitten heel dicht bij elkaar. Ze heeft een iets andere configuratie wat in die serial range past, dus de 1,9 miljoen. Alleen die estimate is echt zeer laag en ik denk dus dat dit een locker is. 13,9 tot 27,8. De marktwaarde van Concorde, de conditie is niet geweldig, maar deze gaat zeker €50.000 opbrengen. En weer terug naar het begin, waarom heette die Concorde? Of voor de mensen die dat, wat is de Concorde en waarom de, Concorde de bijname aan dit horloge? Is het allersnelste vliegtuig ooit gemaakt. In de jaren 70, die vloog. Keisnel was die. Keisnel. Die vloog naar New York, tussen Europa en New York. Volgens mij Parijs toch, of Londen? Ja, Parijs of zo, New York, 10 minuutjes. 10 minuutjes. Het snelste vliegtuig, maar werd niet lucratief, dus is uiteindelijk stopgezet. Maar de GMT is natuurlijk een ode voor de piloten, dus daarom bijna de Concorde. Ja. Concorde komt alleen voor trouwens in volledig gouden GMT's. Dus goudstaal bestaat niet, Concorde en staal ook niet. En alleen die bruine bezel met bruine bezel in leed, toch? Ja, klopt. Zijn we bij de laatste en de leukste. De laatste bakplaat.
De 6238. Ja, ik heb één keer hier met Ramon een wijzerplaat in de fik gestoken met zo'n gasbrander. Werd ons niet in dank afgenomen. Toen waren heel veel Italianen boos, dat we zeiden dat alle Italianen... Dat we een fuck disrespecteren. Krijg zelfs gewoon telefoontjes. Maar dat is hier het geval, denk ik. Als ik heel eerlijk... Ik denk dat hij gewoon zijn bak nasi in de magnetron ging zetten. Tering. En toen per ongeluk zo'n horloge in de magnetron heeft gelaten. Ja, dit is echt kansloos horloge. Ik snap niet hoe je dit als een veilinghuis erbij gaat zetten. En 6238, je gooit hem op een estimate van 37 tot en met 74.000. Dus je verdubbelt eigenlijk de waarde vanwege die plaat. Terwijl deze wijzerplaat is niet eens van zwart naar bruin gegaan, maar van wit naar bruin. Dus dit is een witte wijzerplaat geweest. Ja. Nou ja, hij is duidelijk gewoon verhit geweest. Dus dan wel in een magnetron of met een brander. Ja, wat jij inderdaad zegt, zijn dus meestal de zwarte en blauwe platen die op deze manier kunnen verkleuren. Maar vaak zie je dan ook chocolade. Dat als die zo verkleurt over de jaren, dat ook bijvoorbeeld de lak een beetje aangetast is op een natuurlijke manier. Hier zie je bijvoorbeeld, ik zag dat even. Maar ook die loonplots, die zijn ook verbrand gewoon. Ja, je ziet gewoon echt helemaal verbrand. Je ziet die loonplots en je ziet hier, geloof ik, zie je gewoon van die bubbeltjes zitten. Nou, ja. Ik heb eigen ervaring meegemaakt. Wat er gebeurt als je zo'n wijzerplaat pakt en een gasbrander eronder, dan gaat dat lak gaat gewoon borrelen. Ja. Dus het krijgt van die bubbeltjes. Zoals dat. En dat is precies wat je hier ziet. Dus we eindigen eigenlijk met een caution. Koop deze 6238 niet. Lot 176 van Philips. 176, ja. Het is ook toevallig de landcode van Italië op Rolex papier, geloof ik. Dat wil maar weer eens aantonen dat je altijd je eigen research moet doen en niet zomaar ergens iets moet gaan kopen. Ook niet bij veilinghuizen. Veilinghuizen hebben er natuurlijk ook baat bij om poep als een bonbon te verkopen. En daarnaast is er bij een veilinghuis, ondanks dat ze ook wel een reputatie hebben, is er geen garantie. Dus als jij dat horloge hebt gekocht, veilinghuis betaalt hun klant uit. En jij komt na een jaar terug en zegt, hey, dit horloge klopt niet. Dan zeggen ze, oké, jammer, doei. Ja, en waar we het natuurlijk vaak over hebben gehad, veilinghuizen hebben natuurlijk ook grote klanten, om het zo te zeggen, die horloges inbrengen. En voor hetzelfde geld was het iemand die had 5,2499 liggen, die Philips mocht veilen, maar dan moesten ze ook zijn pre-Daytona bakplaten. Ja, en soms worden ze ook een beetje gedwongen om een bepaald horloge erbij te nemen in consignment. In ieder geval, die zou ik niet kopen. Die andere lots hebben we besproken. Ik hoop dat jullie een beetje inzicht hebben kunnen krijgen. Uiteraard kan je normaal gesproken de horloges ook zelf zien tijdens een veilingweekend in Genève bijvoorbeeld. Alleen vanwege corona gaat het nu wat moeilijker. Dus het is ook zo dat online op hun website kan je ze nog rustig nalezen. Maar ik denk dat je alle belangrijke lots door ons wel hebt voorgeschoteld gekregen. Ik hoop dat jullie... Dat we ook nog een recap gaan doen als je bent geweest. Zeker. Wat uiteindelijk wat het heeft gedaan allemaal. Ja. Of de bakplaat werd is het leuk verkocht, om een favoriete lot te bespreken van jullie? Ons? Dat zou nog wel even kunnen. Heb jij een favoriete lot dan? Even te denken. Of die 2499 of die 25820. Dus die Tusken Dial. Ik zat eerst te denken, 2499 is gruwelijk, maar elke veiling heeft 2499. Ja, klopt. Meestal. Maar deze conditie was wel... Ik ben inderdaad ook het meest benieuwd naar die Tusken Dial, omdat het denk ik heel veel invloed gaat hebben op de AP-markt en Perpetual Calendar. Ja, dat iedereen eindelijk accepteert dat die horloges gewoon echt een hogere prijs hebben dan een jaar geleden. Ik ben vooral benieuwd naar de Cartier die ik ga kopen. Of je gaat namelijk kopen. De Pasha, Kriel. Ja. Dus ik ben benieuwd of ik die mee terugkrijg naar Amsterdam. Ik hoop dat jullie de video tof vonden. Is het zo? Doe een duimpje omhoog. Is het niet zo? Dan heb je gewoon pech. Ja. Dank jullie wel voor het kijken. De beste dag om een Vintage horloge te kopen is vandaag. Maar doe dat uiteraard niet op een veiling, maar gewoon bij ons. Toch? Is goedkoper. Is goede koper. Top. Ik denk dat het wel een leuke flimpie is. Flimpie?